We moeten onze economie snel en slim heropstarten. Net om aantrekkelijk te blijven in het buitenland. Beste ondernemer, misschien heeft u dit al zien passeren op social media. Opstaan en samen doorgaan. Dat is onze nieuwe campagne. We zien dat landen als Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Denemarken volop bezig zijn met een exitstrategie. Zij zetten de eerste stappen om weer een normaal leven te gaan leiden. Als exportland kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Meer dan 80% van het bruto binnenlands product gaat naar buitenlandse markten. En daarom vragen wij drie dingen. Ten eerste, we vragen de heropstart van onze bedrijven. 30% is ondertussen al bezig met heropstarten, dus dat zit al goed. Ten tweede, vragen we dat bedrijven plannen maken zodat medewerkers weer veilig terug aan het werk kunnen. En ten derde, vragen we van de overheid een exitstrategie. We moeten onze economie snel en slim heropstarten. Net om aantrekkelijk te blijven in het buitenland. In zowat alle weekendkranten zal u advertenties van onze nieuwe campagne zien staan. Dit weekend vindt u ook het eerste grote thuiswerkonderzoek terug in Gazet van Antwerpen. Een bevraging van de krant bij honderden bedrijven in samenwerking met onze Volkenkamer. Zo weten we wat u als ondernemer vindt van deze manier van werken en ook welke impact thuiswerken zal hebben na de coronacrisis. Blijf ons volgen, de toekomst begint vandaag. Samen doorgaan, samen zijn wij Volkenkamer. Tot snel.